De vrouw die vorig jaar Jordi Gruyters van 22 doodstak op een terras in Rosmalen hoeft niet de cel in. Volgens de rechter verdedigde de vrouw zich. Het meerdere gevraagde en ook de vorderingen van de vader en moeder van Jordi worden allemaal niet ontvankelijk verklaard, omdat de verdachte is vrijgesproken van het feit wat ziet op de dood van Jordi. De rechtbank heeft gezegd, het verdachte had geen enkele bedoeling om het slachtoffer neer te steken. Er was geen tijd om überhaupt voor de verdachte om na te denken. En om die reden wordt ook geen schuld aangenomen aan de dood, omdat er een noodweersituatie was. Wel krijgt de vrouw een taakstraf voor het mishandelen van Jordi's zus en vriendin.